Nederland verwelkomde vorig jaar maar liefst 60.000 vluchtelingen. Maar eenmaal hier wacht hen nog een veel grotere uitdaging. Het onder de knie krijgen van de Nederlandse cultuur. Wij van Poont zijn de broers er niet en laten ze kennis maken met onze gewoontes en gebruiken met vandaag het avondmaal. Ik ben Arabi en ik kom uit Syrië. En ik wil graag de Nederlandse mensen leren kennen in burgeren. En ik ben hier 10 maanden geleden. Wat ben je aan het doen? Ik ben mijn hondje eruit uitlaten. Ik kom net uit mijn werk en dan laat ik mijn hond even uit. Neem je dat honden? Ja, dan noem ik honden. Hoe noem jij het dan? Konijnen. Konijnen? Konijnen. Ben je gezakt voor je inburgerscursus? Dus het is een hond. Een konijn op lange oren. Vanavond ben ik de gast bij Ada en Fred om te eten. Vreemdeling, ik ben het. Zo vreemd als jij. Nou, zo'n keukenprinses ben ik nou ook weer niet, maar kom erin. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aardappels aan het schillen. Wat is dat? Een aardappel is eigenlijk gewoon zetmeel. Het smaakt helemaal nergens naar. Tenminste, ik vind ze niet lekker. Waarom eet je dan? Ja, omdat het oer-Hollands is. Het hoort gewoon elke dag weer opnieuw bij onze dagelijkse kost. Ze eet hier aardappelen omdat het hoort, maar ze vindt het niet lekker. Vreemdeling, ik hoor er liever ook niet bij. Wat is gezellig hier. Ja, jongen, dit is de oer-Hollandse gezelligheid. Ze zitten op de bank, maar ze zeggen niks. En ze vinden het heel gezellig. Oh, lekker. Nou, volgens mij meent hij er geen flikker van, maar vooruit maar. Vergeet het kuiltje niet. Wat is een kuiltje? Dat is een kuiltje, zo. Niet zo moeilijk doen. Kijk, flik je die zuur erin, in de midden, zo. Lekker prakken. Nou moet je prakken. Oké. Goed zo. Zij doen gat in de eten, joe in, anders is niet lekker. Is het hetzelfde elke dag? Bijna wel, jongen. Bijna wel. Ja, ik zit eigenlijk gewoon te wachten tot de dag voorbij is. Echt, echt supergezellig. Na de eten, zij zit op de bank, tv aan en koffie drinken. Kijk hoe hij de koek zit eten. Het lijkt alsof hij net van die boot afkomt. Zij zitten te wachten tot zij naar het bed gaan. Ik ga zo naar mijn nest, hè. Dan, de dag is afgelopen. Wat wil ik graag Hollander zijn? Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk. Abonneer even hieronder en dan krijg jij meer video's.